Co Renmeester, Nederlands fotograaf, sinds lang woonachtig en werkzaam in de Verenigde Staten. In 1967 de World Press Photo gewonnen met een portret van een tankcommandant. Ja, het is eigenlijk niet de tankcommandant, het is de schutter van een tank. En om precies te zijn, het is een zogenaamde Amerikaanse M48 tank. En hij zit dus door een vizier te kijken voor het richten van, het kanon. Ja. Maar we gaan met u praten over een andere foto waarmee u een prijs hebt gewonnen bij World Press Photo, namelijk in 1972. Toen er een, mag je wel zeggen, legendarische Amerikaanse zwemmer op de Olympische Spelen bijna alles won. Mark Spitz. Ik was dus destijds, in voorbereiding voor de Olympische Spelen, werkte ik aan een verhaal voor Life Magazine, dat heet Pre-Olympic coverage. En daarin wilde dus het blad dus ongeveer 8 tot 9 atleten laten zien die dus hopelijk een medaille voor Amerika zouden kunnen winnen. En daar een daarvan was Spitz. Die was al heel snel, die had het met zijn zwemmen, de vrije slag en de butterfly en had hij al wereldrecords gezet. Zo, het was min of meer duidelijk dat er een goede foto van hem genomen moest worden voordat hij naar München toe ging in die dagen. Nou, ik ben dus naar Santa Clara gegaan, waar hij dus aan het trainen was. Dat is dus in de omgeving van Berkeley, bij San Francisco. En er is een open zwembad. Maar Spitz zelf is nogal een moeilijke jongen. Het was altijd een moeilijke jongen. En hij wilde dus niet eigenlijk erg meewerken wat betreft. Hij had zelfs ook een beetje lui met trainen en al dat soort zaken. Zo, ik had dus problemen met die man. Met die jongen. En uiteindelijk wat ik dus heb gedaan om iets anders te proberen met hem. Want hij luisterde gewoon niet van wat ideeën die ik had. Heb ik een rolstoel heb ik gehuurd. Voor invaliden. En zo... Dus langs de zijkant van het zwembad had ik dus aan iemand, een assistent, die duwde die rolstoel, terwijl ik dus zat in de rolstoel met een camera en ik gebruikte dus een beetje langzamere sluitersnelheid. Dat gaf dus een klein beetje beweging aan het water in de foto. Maar het is moeilijk omdat je houdt een camera met een 180 mm lens, die moet je dus stil houden. Zodat je dus en de scherpte hebt van een close-up en tegelijkertijd de beweging van het water. En zo, wat ik dus eigenlijk gebruikte op die manier was een goed, wat ze in de filmindustrie noemen een dolly system. En zo is die foto ontstaan.